Aangezien sommigen niet zo overtuigd zijn van het Oud-Nederlandse karakter van Hebbenola Vogela, is het een interessante vraag wat dan wel het oudste Nederlandse zinnetje zou zijn als het niet Hebbenola Vogela was. In de Bibliotheek van de Bollandisten in Brussel, bijvoorbeeld, wordt ook een Latijns handschrift bewaard waarin ook een heel erg oud zinnetje is opgetekend. Het luidt als volgt: Tesi samanunga was edele undes kona. Et omnium virtutum pleniter plena. Vrij vertaald, deze samening of groep mensen was edel en schoon, gevolgd door het Latijn en volledig vervuld van alle deugden. Dit versje noemt men ook wel het kloosterversje van Münsterbilzen in Limburg, omdat het daar in een klooster werd opgetekend in 1130. We staan op dat moment al veel dichter bij het Middel-Nederlands. Edele heeft bijvoorbeeld al de verdofte schwa, maar Skona nog niet. Het versje is genoteerd aan het eind van het verslag van een vergadering. Op het einde van dat verslag worden alle mensen genoemd die hebben deelgenomen. Het Tesis Samanunga-versje volgt op een namenlijst die wordt afgesloten met een vrouwennaam, Beatrix. Men heeft zich daarom afgevraagd of Beatrix de kopiëst was van deze tekst. Dat zou opvallend zijn, want dan zou Thesis Samanunga door een vrouw zijn genoteerd. En uit de middeleeuwen zijn er helemaal niet zoveel teksten van vrouwen bekend, omdat ze vaak niet naar school gingen en geen Latijn kenden. Er zijn interessante parallellen tussen Tesis Samanunga en Hebbenola Vogela. Beide tekstjes traden op in tandem met het Latijn. Bovendien werd, net als voor Tesis Samanunga, over Hebbenola Vogela beweerd dat er een vrouwenstem in klinkt. Hoewel de pennenproef zo goed als zeker door een mannenhand is opgeschreven, op de recente literatuurgeschiedenis dat zich in het versje misschien wel een vrouwelijke stem tot een geliefde richt.